In deze video ga ik je vertellen hoe je zelf de btw-aangifte kunt doen. In deze serie, genaamd Cursus Boekhouden voor Beginners, vertel ik je in meerdere afleveringen hoe je zelf gemakkelijk de boekhouding kunt doen als zzp'er of ondernemer. In deze video ga ik je vertellen hoe btw werkt en hoe je makkelijk zelf jouw btw-aangifte kunt doen. Dus blijf vooral kijken tot het einde van de video om niks te missen. De afkorting BTW staat voor Belasting over Toegevoegde Waarde. Als ondernemer moet je BTW betalen over je omzet. Dit wordt ook wel eens de omzetbelasting genoemd, niet te verwarren met de Inkomstenbelasting. De rechtsvorm van je bedrijf, CCP, VOF, BV of NV, speelt hierbij geen enkele rol. De BTW die je ontvangt van je klanten moet je afdragen aan de Belastingdienst. De BTW die je aan je leveranciers betaalt, mag je daarvan aftrekken. Je betaalt dus btw over het verschil tussen je inkoopprijs en je verkoopprijs. In de berekening van je btw moet je dus alle inkomsten en bijkomende kosten meenemen. De Belastingdienst laat je weten hoe vaak je btw-aangifte moet doen. Dat kan per maand, per kwartaal of per jaar, maar meestal is dat per kwartaal. Als je per maand of per jaar aangifte wilt doen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Om per jaar aangifte te doen. Moet je als ondernemer bijvoorbeeld niet meer dan 1883 euro aan btw per jaar betalen? Het is vooral belangrijk dat je als ondernemer op tijd de btw-aangifte doet en op tijd betaalt. Anders loop je het risico dat je naheffingsaanslag krijgt. Dit is een schatting van je btw-bedrag, inclusief een boete. Dus daar zit je als ondernemer niet op te wachten. Maar wanneer moet je nou als ondernemer btw-aangifte doen? Dat bespreken we in het volgende hoofdstuk. De Belastingdienst heeft duidelijke voorwaarden gesteld wanneer je als ondernemer btw moet betalen. Je werkt zelfstandig en je hebt inkomsten. Je ontvangt regelmatig inkomsten vanuit je bedrijf of je verlies maakt, maakt hierbij niets uit. Je hebt naast je werk in vaste dienst ook inkomsten vanuit je eigen bedrijf. Er zijn ook redenen waarom je als ondernemer geen btw hoeft te betalen. Bepaalde branches en bedrijfsactiviteiten zijn vrijgesteld van btw. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg, jeugd- en jongerenwerk, maar ook schrijvers en journalisten. Of je maakt gebruik van de kleine ondernemersregeling, ook wel de KOR genoemd. Hierover later meer. Het standaard BTW-tarief in Nederland is 21%, maar er zijn gevallen waarbij een ander BTW-tarief geldt. Ik zal de belangrijkste even noemen. Bij sommige diensten mag je 9% BTW hanteren. Denk hierbij aan het repareren van fietsen, werkzaamheden aan woningen en personenvervoer. Bij sommige producten mag je ook 9% btw rekenen. Denk aan voedingsmiddelen, boeken en geneesmiddelen. Dat zijn hiervan bekende voorbeelden. Bij sommige diensten mag je 0% btw aanhouden. Denk hierbij aan diensten die te maken hebben met invoer en uitvoer van goederen naar landen buiten de EU of internationaal personenvervoer. Bij sommige producten mag je ook 0% btw hanteren, onder meer wanneer je goederen levert aan het buitenland of als het gaat om visvangst of accijnsgoeden. Dan is er ook nog iets als het verleggen van btw. Hiermee heb je te maken wanneer je werk uitbesteedt aan een andere ondernemer. De btw moet je hiervoor direct betalen aan de Belastingdienst en niet aan je leverancier. Twijfel je over welk btw-tarief je moet gebruiken? Raadpleeg dan altijd je accountant of boekhouder, als je die hebt, of de Belastingdienst. Wanneer je aankopen doet voor je onderneming, dan mag je de btw erover aftrekken. Oftewel, je mag op je btw-aangifte het betaalde btw-bedrag van je inkopen terugvragen. Dit betaalde btw-bedrag wordt voorbelasting genoemd. Deze voorbelasting wordt dan in mindering gebracht met het ontvangen btw-bedrag van je verkopen. Het btw-bedrag vind je altijd op de factuur of het bonnetje van de leverancier. Als je gebruik maakt van de kleine ondernemersregeling, oftewel de KOR, hoef je geen btw te betalen. Hoe zit dat precies? De kleine ondernemersregeling is niet meer dan een btw-vrijstelling voor ondernemers. Voorwaarden zijn dat je in Nederland gevestigd bent en dat je in een kalenderjaar niet meer dan een bepaalde hoeveelheid omzet draait. Wat op dit moment de bovengrens is, kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Kies je voor deze regeling, dan hoef je geen btw te berekenen aan je klanten. Doe je geen btw-aangifte meer en kun je ook geen btw meer terugvragen over je uitgaven. Het voordeel hiervan is dat je hierdoor minder administratieve verplichtingen hebt. Of het financieel voordelig is, hangt af van je situatie. Moet je jaarlijks btw betalen? Dan kan de kleine ondernemersregeling interessant zijn. Ontvang je jaarlijks btw terug of wil je komende tijd flink wat geld investeren? Dan kan het slim zijn om nog even te wachten met de kleine ondernemersregeling. In Exact Online heb je je btw-aangifte razendsnel gedaan. Je geeft namelijk direct aan bij het boeken van je inkoop- en verkoopfacturen welk btw-tarief er moet gelden. Dit doe je met zogenaamde btw-codes. Je kunt deze btw-codes koppelen aan bepaalde relaties of producten zodat je die automatisch worden ingevuld. Maar als je echt slim wilt werken, kun je gebruik maken van onze automatische factuurverwerking waarbij zonder jouw tussenkomst het juiste btw-tarief wordt herkend. Wanneer het tijd is om de btw-aangifte in te dienen, is het belangrijk dat je de boekingen uit de betreffende periode verwerkt. Hier krijg je op je financiële cockpit een melding van. Vervolgens kun je met een druk op de knop de aangifte laten klaarzetten op basis van deze boekingen en de gekoppelde BTW-codes. Eventueel kun je de bedragen controleren. Klopt alles? Dan hoef je alleen nog op aangifte definitief maken te klikken en ik zag online zorg ervoor dat je aangifte bij de belastingdienst terechtkomt. Dan moeten we het ook nog even hebben over betalen. Want hoe zorg je ervoor dat het verschuldigde BTW-bedrag daadwerkelijk bij de Belastingdienst terechtkomt? Als je de BTW-aangifte met lijn hebt gedaan, dan wordt er automatisch een openstaande post klaargezet. Moet je BTW ontvangen en heb je je bank gekoppeld aan je boekhoudsoftware, dan wordt het bedrag dat je van de Belastingdienst ontvangt automatisch gekoppeld aan het openstaande bedrag, zodat je weet dat je je geld hebt ontvangen. Moet je BTW betalen? Dan kun je direct vanuit Exact Online de bank opdracht geven om het bedrag over te maken. Er is natuurlijk ook de optie om het bedrag handmatig over te maken naar de belastingdienst, maar met boekhoudsoftware is het een stuk gemakkelijker, ben je minder tijd kwijt en voorkom je fouten. Ik hoop dat je na het zien van deze video wat meer afweet van de BTW-aangifte. Mocht je toch nog vragen hebben, bekijk dan vooral de informatiepagina op onze website. Ik heb voor het gemak een linkje voor je in de omschrijving gezet. Heb je een andere vraag over jouw boekhouding? Laat het dan weten in de comments. Vergeet daarnaast niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal om geen les uit de serie te missen. Bedankt voor het kijken en ik hoop je snel weer te zien.